ga gezellig samen met Sarah pizza maken. Goedemorgen, het is maandagochtend en het is precies een maand, even de ruitwissers tussendoor, totdat het kerst is. En dat vind ik leuk. De ruiten zijn zo vochtig, we moeten wel even opschieten voor de schoolplicht. Er is nog iets meer. Dat had ik net ook al gedaan, maar... Blijven slaan, echt. Lang leven al dat vocht in de lucht. Maar 1 maand tot kerst, 1 maand tot kerst, daar word ik blij van. Jij ook, Sarah? Het is ook niet 1 maand. Ja, het is vandaag 25 november en 25 december is het kerst. Hoe leuk! Dansjes doen, hè? Ja. Zij en ik hebben een aantal nummers. Als we die horen, dan droppen we alles. En dan doen we helemaal losgaan. Onze gekke dansjes. En na de gekke dansjes gaan we verder met waar we mee bezig waren. Ja, could it be Christmas? Het is zo druk hier. Ik moet trouwens zware dingen zo halen. Te veel voor op de auto. Zware dingen zo halen. Ja, mijn boodschappen. Dus ik heb de auto gepakt, anders is het niet te doen. En ik ben er natuurlijk normaal best wel op tegen, want we doen veel te veel met z'n allen met de auto. Nou, heel af en toe. Maar ik probeer het ook echt alleen te doen. Ja, ik zie een paarse auto. Probeer het echt alleen te doen als het echt niet anders kan. Zodat ik het in ieder geval zo min mogelijk doe. En dan probeer ik ook echt, als ik dan toch boodschap ga doen met de auto, dat ik ook echt wel alles haal voor voorlopig wat ik met de auto moet doen. Mama, die auto's. Ja. En er zit oranje in. Ja. Dat is geld. Ja, we moeten zo trouwens wel doorlopen, zie ik. Maar je bent een beetje laat. Maar je hebt gym, dat scheelt. Hoef je niet in de school, maar alleen op het plein te brengen. Achteraf zo blij dat ik met de auto ben gegaan. Want ik stond weer eens in een half lege winkel. En ik heb dus echt maar een heel klein gedeelte van boodschap kunnen halen. Dus ik ben gelijk doorgereden. Keerschijf gedaan. Dus ik ga hier poging 2 doen. Eindelijk thuis. Wat een wereldreis. Maar het is gelukt. En ik dacht gelijk, laat ik eens handig zijn. Er waren nogal wat dingetjes die ik nodig heb voor de aankomende tijd. Dingen die ik eerder niet kon halen, omdat ik bepaalde dingen niet wist. Klinkt lekker vaag zo, maar dat moet. En als jullie een beetje meedenken, decembermaand, kan ik niet altijd alles zeggen. Dus ik ga nu, ik heb hier onder andere een cadeautje voor een verjaardag liggen en zo heb ik nog wel meer dingetjes. Ik ga even inpakken en ik denk dat ik gelijk even mijn camera oplaad, want ik kan het verder toch allemaal niet laten zien. Dus. Echt, hoe snel kan het dan gaan? Het is gewoon alweer tijd om ze op te halen. Ik heb al alles ingepakt. Dus dat is weg, allemaal verstopt. Dat is heel belangrijk. En nu snel de fiets op en een meisje weer halen. Daar ben ik altijd heel blij van, maar dat weten jullie. Ik ga gezellig samen met Sarah pizza maken. Oké, tegen de... Mimo die ziet dat jij wat in je hand hebt. Die denkt gelijk, dat kan ik pikken. Zo, ik heb weer geschoven. Wil jij je deeg pakken? Waar is dat? In de koelkast. Er zat een hele lange doos. Oh,
kaas. En ik heb kip en ananas zonder kaas. Wakka wakka en... En aangezien Marco laat is, eten we lekker gezellig op de bank. Zal ik jouw pizza vast een stukje snijden? Ja. Ja. Maar je mag wel kijken. Je kan ondertussen nog wel kijken. Ja hoor, dat kan ik. Waarom is het daar zo donker? Het snijdt heel moeilijk. Waarom is het zo donker? Ja, omdat dat spannend is daar. We gaan lekker voor de televisie pizza eten. Dat doen wij gewoon. Zo, jouw snijdt echt onmogelijk. Oh, ik krijg er spierballen van. Sarah ligt op bed, dus ik ga even thee zetten. En ik heb me echt voorgenomen dat ik vandaag ga proberen op tijd naar mijn bed te gaan. Want het is gewoon echt niet goed dat ik altijd zo verschrikkelijk laat naar mijn bed ga. Hey, sta je te zeuren bij mijn voeten? Hey. Zeg maar hallo iedereen. Hallo. Nou, gaan we jou wat te eten geven? Want dat wil jij, hè? Ja, en je moet een beetje dik worden. Dus we geven jou heel veel te eten. Ja. Zo. Nu was het een beetje dun. Dus die heeft nu ook brokjes met hogere calorieën, zeg maar. En... dan zou ze daar weer wat van moeten aankomen, want er is verder niks mis met haar. In ieder geval niet volgens de dierenarts. Dus dan maar calorierijke brokken. In de hoop dat ze dan wel even flink wat bijkomt qua gewicht. Ze wordt ook wel wat ouder. Iedereen denkt dat het een kitten is, omdat ze heel klein is. Maar Mimu is van 2005. Nee, 2007. Ik had ook al iets van 2005, maar die is... wanneer? 2017 overleden. Dus eigenlijk net voordat we zijn gaan vloggen, een paar maanden ervoor. Dus dat was wel echt heel sneu. Maar Mimo is dus ruim 12. Dus niet meer de jongste. Maar goed, ik heb wel het gevoel dat het nu werkt. Ik moet het even zien. Even afwachten en anders moeten we toch weer gaan kijken wat dan helpt. Goed, ik ga even snel editen, want ik wil op tijd mijn bed in. En toen bedacht ik me, als ik op tijd naar mijn bed wil, moet ik wel alles op tijd doen. Dus even snel ook gelijk zeggen, haar beker maken. Ze heeft morgen schoolfruit, dus dat hoef ik niet te doen. Het is alleen een beker met water vullen, maar op de een of andere manier is dat nu een heel klein krakje, zeg maar. En als ik het morgen in de ochtend moet doen, dan werkt het niet zo goed. Want dan kom ik altijd wel weer tijd tekort of ik vergeet het weer. Dus zo. Nou, de wonderen zijn echt de wereld nog niet uit. Kijk, het is 10:10 en ik ga naar mijn bed. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.